FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Zwarthoed Kiri, Tegels en Sanitair. Wim Jonk, Volendam speelt thuis 0-0 tegen Go Ahead Eagles. Welke positieve dingen haal jij uit deze wedstrijd? Nou, die tweede nul. De eerste nul is natuurlijk niet goed als je thuis speelt, maar de tweede nul, dat is wel goed. Nou ja, het veldspel was gewoon niet goed genoeg vanavond om hier een winstpartij van te maken. We hebben wel een aantal kansen gehad voor de rust. Maar na rust was het heel onmachtig. En zag je ook dat er heel weinig energie in het team overbleef. Ja, je ziet inderdaad best wel een groot verschil tussen de eerste helft en de tweede helft. In de tweede helft worden de afstanden wel wat groot. Waar zit hem dat in? Ja, kijk, op een gegeven moment zie je gewoon dat we slordig zijn aan de bal. Zeker ook voor de rust hadden we een aantal momenten waar we een goede tweede bal wonnen. Ja, dan gaat het om de volgende bal daarna, om tot een kans te komen. Nou, daarin ging het een aantal keren net niet goed, waardoor je dan net niet tot een bepaalde kans komt. Nou, een ploeg die wat beter in vorm is, die haalt daar wel een kans uit. En dat kunnen we ook, dat hebben we ook bewezen. Maar op dit moment hebben we daar moeite mee. Ja, en dan zie je dat die wisselvalligheid, dus dat onnauwkeurige spel, ja, dat sluipt dan in de groep. En dan wordt het, gaat het ook aan het zelfvertrouwen. Ja, ten koste van het zelfvertrouwen. Je benoemt die tweede nul als positief punt. Is dat iets waar je in de afgelopen week veel nadruk op hebt gelegd? Nee, wij kijken altijd naar de eerste nul. En wij proberen natuurlijk tot kansen te komen. En ja, vanavond is dat gewoon totaal niet eruit gekomen. Nee, je probeert dat met vele wisselingen. Zie je daar nog lichtpunten met jongens die je brengt? Nou ja, de eerste wissel is natuurlijk een gedwongen wissel, omdat iemand geblesseerd raakt. Alex had een blessure. Dus ja, moet je een verdediger brengen om balans weer te houden. Nou, dan hoop je daarna in de tweede helft weer de grip te krijgen. En uiteindelijk tot een aantal kansen te komen. Nou, dat waren maar één of twee. Ja, en dat is gewoon veel te weinig. Is het gevoel dat je blijft hangen, we hebben niet verloren en dat valt mee, of we hebben niet gewonnen en dat valt tegen? Nee, maar het gaat gewoon om het totaalspel, weet je. Je ziet nu gewoon een ploeg die moeite heeft om zijn ritme te vinden en toch snel van de leg is. Misschien ook wel een beetje te veel druk op staat, dat kan allemaal. Ja, daar hebben ze op dit moment gewoon moeite mee. Nou ja, oké, dus dat is gewoon werk aan de winkel met z'n allen.